Jij? Jij bent een zanger. Je bent succesvol. Je doet de Heineken Music Hall en doet heel veel optredens. Jij bent toch niet verslaafd? Jij zingt toch lieve liedjes en zo? Weet je wel? Nee, ik zit eigenlijk best wel zwaar in de put. En het is mooi om hier te zijn, om de mensen die kijken via de livestream, of die de mensen die het gaan zien op televisie, om er misschien maar 20 van te raken die denken, daar zit wat in dat verhaal wat hij zegt. Laat ik daar eens naar luisteren, laat eens kijken wat ik daar misschien zelf mee kan doen. Want ik zit nu zelf in de put. Mijn relatie is heel erg verslechterd met mijn ouders, met mijn vrienden, met mijn familie. Want dat is wat je wel doet. Ik zal mijn verhaal kort uitleggen. Ik heb altijd, eigenlijk vanaf mijn 13e, een hectisch leven gehad. Heel hectisch. Ik deed geen krantenwijk, maar ik stond op het podium. Ik mocht het maar 15 keer doen, maar vanaf mijn 15e heb ik eigenlijk vrijwel elk weekend gewerkt. En dat was dan, ja, dat waren dan weekenden met 13 optredens. Vol gas, altijd gaan, 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 gaan. In de tussentijd ook nog proberen een beetje naar school te gaan. Daar ben ik ook op mijn 17e mee gestopt. En daarna was het eigenlijk vanaf mijn 17e toen ik zei, joh, weet je wat het is? Ik kap met school, want ik weet wat ik wil doen. Ik heb een aantal programma's in het verschiet liggen en daar ga ik aan meedoen en dan word ik beroemd. Maar ik had ook de ziekte van verslaving. En dat begon eigenlijk bij mij toen ik 14 was. Ik kom uit een dorp in Twente, dat heet Haaksbergen. En daar is het heel normaal dat je met je vader, als je 14 bent, voor het eerst een biertje drinkt. Ik ga met je vader aan tafel zitten en dan is het echt zo'n soort van trots gebaar. Hier heb je eerste biertje en geniet ervan. Maar het is overigens niet de schuld van mijn vader, hoor. Ik denk de schuld ligt bij jezelf, want je wil zelf proberen, kijken. Het is een stukje met genen te maken, maar ook met keuzes en beslissingen die je neemt. Dus op mijn 14e dronk ik mijn eerste biertje en ik dacht, hey, dit is eigenlijk best wel lekker. Ik heb best wel veel gewerkt, best wel druk. En het doet me wel een soort van ontspannen, denk ik. Ja, ik word er een beetje rustig van in mijn hoofd. Er gebeuren veel dingen. En eigenlijk toen ik er een stuk of 6 nam, dacht ik, nou, nu is het wel helemaal weg. Nu is het wel echt top. En op mijn 17e, 18e kwam ik in aanraking met harddrugs. Dus met cocaïne. Wat overigens heel erg veel wordt gebruikt in mijn vak. En waar het eigenlijk ook normaal is, weet je. Als je ergens komt op een feestje of whatever, waar dan ook, dan, ja, dan liggen de schalen wel eens klaar. En ik zal geen quantities noemen of grammen, maar het is er gewoon. En het is gewoon for everyone to take. Maar ik kon er niet tegen. En op een gegeven moment werd het zo erg dat ik toch wel elke dag gebruikte. Dus ik was 18 en ik gebruikte elke dag. Ik stond ervoor op. Ik ging ermee naar bed. Vaak kon ik er niet meer slapen, dus ik probeerde dat soort van blackout te drinken en dan de wekker te zetten, omdat de volgende dag toch weer belangrijke interviews en dergelijke op de planning stonden. En zo maak je ook een soort van je planning. Je plant. Ik plande mijn verslaving, want ik had een heel druk bestaan. Dus ik moest het wel plannen. Dus ik zette mijn wekker ervoor. Ik begon met een lijntje. En ja, vervolgens deed ik mijn dingen die ik moest doen. En eindigde ik met te veel drank. En dat ging eigenlijk de hele dag door. Tot ik het elke dag moest hebben. En ja, dat was hel. Dat was echt pure hel. En op een gegeven moment weet ik nog heel goed dat mijn relaties verslechterden met mijn vrienden, met mijn ouders, met familie, wat ik net ook al zei. Die stoot je eigenlijk helemaal van je af. Ik zag een paar hele mooie woorden op dit bord staan. Liegen, dat was ik. Onbetrouwbaar was ik ook, slecht ook. Gevaarlijk niet. Maar hier staan heel veel dingen op. Ik vond het wel grappig om het te zien.
Want je bent manipulatief, je zorgt ervoor dat iedereen maar in jouw straatje blijft. En dat is heel erg, want de mensen weten dat je een probleem hebt. Kunnen niet de vinger erop leggen, want je doet alles stiekem. Je sok of whatever, en daar een wc. Maar mensen hebben het gewoon door, mensen voelen het gewoon. En op een gegeven moment was het zo ver dat ik een soort van, ja, dat het een soort van ontdekt werd. En toen heb ik gezegd, ik ga het nooit meer doen. Ik ga het nooit meer doen. Ik ga alleen nog maar drinken. Nooit meer. En dan stop ik ermee. Want ik gebruikte ook alles, probeerde ik wel. Maar dat coke en drank waren echt mijn... Dat was mijn succesformule. Op een gegeven moment ook niet meer. Want in het begin ben je heel lam. En ik weet niet... Zijn er mensen die wel eens hebben gebruikt? Toevallig misschien. Ja. Ja. Dan weet je gewoon, als je te veel alcohol hebt gehad... En de allereerste keer gebruik je dan een beetje drugs erbij. Dan is die lijn is top. Die lijn is te gek. Want je bent niet lam, niet te high. En dat is, je kan dan gewoon doorgaan. Op een gegeven moment was ik of veel te lam. Of ik was veel te high. Dus mijn stemmingswisselingen gingen daar ook eigenlijk in mee. En wat er gebeurt, en dat is pas later. Want ik wilde weten waarom ik het nou eigenlijk deed. Want ik snapte er geen fuck van. Ik wilde namelijk helemaal niet iets gebruiken om me goed te voelen of om te presteren of whatever. Als je gebruikt, dan vernietig je eigenlijk al je reserves. Dus de reserves in je hersenen die ervoor zorgen dat je gelukkig bent. Die zorgen dat je dopamines aanmaakt en serotines aanmaakt. Waar je gewoon gelukkig van wordt als mens. Als je een puppy ziet of een baby of whatever. Maar dat is er dan gewoon niet meer. Dus je bent eigenlijk niet meer jezelf. En dat geluk heb je nodig uit die drugs. Dat is het. Ook voor een groot gedeelte. Dus ik had het op een gegeven moment elke dag nodig. En om terug te komen op familie en eigenlijk op het moment dat ik zei van... Ik ga het nooit meer doen. ik zal het nooit vergeten. Ik heb toen 3 maanden geen drugs gebruikt. En ik zat in mijn appartement en ik had net een concert gehad. En... Ik kwam terug en het was stil in mijn huiskamer, weet je. En het enige wat ik eigenlijk nog deed was naar Comedy Central kijken, want daar werd ik soort van blij van. Oh ja. Of wat anders, maar dat mag ik niet zeggen, want ja, er zijn camera's omheen. En daar werd ik een soort van blij van. En toen dacht ik ga de dealer bellen, nu. En ik wist niet waarom, maar... Het was echt dit. En toen was het weer aan. En eigenlijk vanaf dat moment was het nog slechter dan slecht. Toen heb ik echt een hele zware terugval gehad. Die heeft ook echt 3-4 maanden geduurd. En toen keek ik op een gegeven moment... Na 3 dagen niet geslapen te hebben in de binnenspiegel van mijn auto. Want ik was ergens en ik moest het even goed zetten. Hier zet je spiegel even goed. En toen keek ik naar mezelf. Dat wilde ik eigenlijk helemaal niet, want ik ontweek spiegels. Want ik wist ja, dat ik mezelf aan het kapotmaken was. En dat zie je dan ook wel. Make-up doet wonderen, maar toen had ik het even niet op mijn bek. En ik keek naar mezelf en ik dacht... Wat ben je in godsnaam aan het doen? Wat ben je aan het doen? Ik dacht echt dat ik naar de duivel aan het kijken was. Want zo voelde het op dat moment. En toen heb ik... Kiet Bakker gebeld. Dat was nog eigenlijk voor de pers en voor al het gezeik, maar ik heb hem gebeld. En 2 dagen later zat ik op een vliegveld naar Portugal. Ik had een heel intensief begeleidingsplan. Omdat ik, ja, ik kon gewoon niet weg. Ik kon gewoon niet 3-4 maanden weg, zoals je vaak hoort van mensen die naar Schotland gaan of naar Zuid-Afrika. Ik kon het niet, want ik had ook gewoon echt een hele volle agenda en ik moest... wel mijn geld op de een of andere manier verdienen. En dat kon ik mezelf niet permitteren op dat moment. Ook de exposure, je moet als bekende Nederlander in beeld blijven. En, dus ik had een 3 weken intensief behandelplan. En daar ben ik er eigenlijk ook wel achter gekomen dat verslaving ook wel gedeelte een keuze is, een beslissing is. Sommige mensen, 80%, heeft zoiets van, ja, ik doe een keertje coke of een pilletje bij een festival. En dan denk ik van, ja, ik vond het niet leuk of wel leuk, of ik doe het over 3 maanden nog een keer. Ik heb het niet nodig, weet je. Ik heb een goed leven, dus het was even lekker, dat gevoel. Maar 20% ongeveer zit erin, blijft erin hangen. Vindt het zo lekker
dat ze eigenlijk nooit meer wat anders willen. Wat jij net ook heel mooi zei, dat op een gegeven moment je alles van je afschuift. Problemen schuif je van je af. Familie schuif je van je af. Vrienden schuif je van je af. Want je moet die drugs of die alcohol moet je tot je nemen. Alles maakt verder niets meer uit. En dat was ik. Nou goed, ik heb dus die 3 weken daar gezeten in Portugal. Het was verschrikkelijk. Wat jij net ook al zei, weet je, hallucinaties. Ik heb de exorcist op mijn bed zien liggen en in mijn kamer, weet je. Hele gekke dingen. Op een gegeven moment voelde ik me toch wel een soort van sereen. En dat kwam omdat ik echt de keuze had gemaakt om te stoppen. Ik wilde niet meer, ik kon niet meer. En ik wilde de mensen om me heen ook geen pijn doen, maar vooral mezelf niet. Want ik kwam daar ook wel achter dat ik toch best wel oké was of zo. Weet je? Toch wel een aardige gozer die eigenlijk heel goed wilde doen, maar zichzelf ook wegcijferde. En het natraject was heel lastig, dat zeg ik ook heel eerlijk. Want ik wilde niet dat het bekend werd in Nederland. Dat hing echt een gigantisch taboe op een bekende Nederlander die misschien een verslaving zou hebben. Ik was volgens mij een van de eerste die er ook mee naar buiten kwam. Dus ik ging naar Londen, ben ik elke week heen gevlogen voor meetings. CA-meetings deed ik heel graag. En NA-meetings. Ik ben naar Duitsland gevlogen, eigenlijk heel anoniem. En toen kwam een programma in Nederland erachter dat ik in de kliniek had gezeten, omdat ze volgens mij bezig waren met een onderzoek naar de man waar ik net over vertelde. En toen was het eigenlijk van, we weten dit en we gaan er wat mee doen. En jij mag kiezen of je je eigen verhaal doet of wij maken een verhaal. Zo. Dus op dat moment was ik heel erg... op dat moment was ik eigenlijk toch wel heel erg bang. Omdat je de keuze moet maken om je verhaal te doen. En hoe ga je dat in godsnaam doen? Maar aan de andere kant voelde ik een bepaalde trots. Net zoals ik die nu eigenlijk ook voel. Want ik wilde gewoon kids, weet je. Ik wilde gewoon jongens en meisjes die ook hetzelfde als mij meemaakten op dat moment. Een soort van wakker schudden van, je bent echt niet alleen. Weet je, ik ging naar die meetings in Londen en het was net one big happy family. Iedereen kwam bij elkaar, gaf elkaar knuffels. Het was geweldig om daar gewoon te praten en niemand zegt wat tegen je terug. Dus je mag gewoon lekker je verhaal doen. Niemand heeft een oordeel, niemand velt een oordeel. Je doet gewoon lekker je ding. En dat wilde ik ook eigenlijk de mensen laten voelen in Nederland. Dus ik heb gewoon mijn verhaal gedaan. Ik zeg dan maar met de billen bloot, weet je. Dat was heel, heel intens. Ik heb daar veel, best wel veel heftige reacties op gehad. Ook wel dat mensen zeiden van, en daar snapte ik nog steeds tot nu toe niks van, altijd zo'n braaf imago, dat hebben ze gedaan om hem wat stoere imago te geven, weet je wel. Dat soort dingen doe je dan wel echt heel erg veel pijn. Omdat je in die tijd in herstel je ouders heel veel zeer hebt gedaan. Want die sprak ik gewoon niet meer. Of die duwde ik van me af. Net zoals familie en vrienden. En ik heb in de tussentijd, ik ben nu 7 jaar clean. Ik denk 10 mensen geholpen. Dus ook met interventies ben ik bij geweest. Mensen die ik ken, artiesten die ik ken, die me opbelden om te vragen van, joh, kan je langskomen, want ik weet het echt niet meer en ik zit in de shit. Die me dan nu bellen na 2 jaar en zeggen van, joh, weet je, ik ben er nog steeds vanaf en daar ben ik je nog steeds dankbaar voor. En dan ben ik echt trots. En nu ook ben ik dankbaar, want ik weet gewoon dat de kids zitten te kijken en denken van, joh, ik heb dat nu ook. Ik zit ook op de bank. Ik kijk nu Utopia. Ik deed wat anders, maar het verder niet uit. Maar ik kijk het nu ook en ik voel me ook ellendig. En ik voel me ook kut. En ik heb het ook elke dag nodig. En ik wil het eigenlijk niet. Dus ik ga er nu wat aan doen. Daar ben ik heilig van overtuigd dat het kan. En blijf gemotiveerd. En weet gewoon dat het een allergie is. Ik bekijk het eigenlijk zo dat ik denk van kijk. Sommige mensen eten een pinda en die gaan dood. Als ik een pinda eet, ga ik niet dood. Die stikken echt. Of een garnaal. Omdat ze er echt niet tegen kunnen. Hun lijf zegt gewoon van doe het niet. Want weet je, je gaat stikken. En dat heb ik met drugs. Als ik het tot me neem, dan wil ik meer. Dat is mijn allergische reactie.
meer, totdat ik niet meer kan. En dan eigenlijk de volgende dag nog meer. En je gaat er echt voor dood, weet je. En ja, ik ben eigenlijk wel heel blij dat ik hier sta, dat ik mijn verhaal doe. Goed gedaan. En heel erg trots. En leuk dat zo'n academy wordt georganiseerd. Dat je ook gewoon je verhaal kunt doen. Het is een heel andere kant voor mij. Maar toch misschien wel mooi om eens te zien. Mooi. Heel mooi gedaan. Ik ben zo blij dat je er bent. Omdat je een bekende Nederlander bent die dus ervoor uitkomt. Ja. En we hebben het thema verslaving is overal. En dat betekent dus niet zozeer in welke locatie van het land, maar in de laag van de bevolking. En dus ook in getalenteerde mensen die uit een gezin komen waar er kennelijk dus een vader in ieder geval was. Hè, want die wilde jou je eerste biertje geven. Maar je had een goed leven, je had talent, je deed leuke dingen. Mm-hmm. Dus hè, dat had niet hoeven te gebeuren. Toch is het bij jou gebeurd. Ja, maar dat heeft wel met mezelf te maken. Ja, ja precies. Het is niet dat ik het nu op je vader afschrijf. Oh, maar dat is goed. Ja, het ging goed met je, eigenlijk. Maar toch, er was iets bij jou, die allergische reactie. Ja. De eerste keer dat jij ging drinken, was het te lekker. Ja. Daar kwam het op neer. Ja. Toch? Het is anders dan als iemand anders voor de eerste keer een biertje neemt en ze raken aangeschoten. Veelal denken ze, oh, ik ga nu stoppen, ik voel me niet lekker. Nee, iemand door. Met een verslaving die denkt, hey, ik ben nu echt aangeschoten. Ik wil nog meer aangeschoten zijn. Ja. Dus dat is echt perfect dat jij dat hebt gedaan. En er was over stigma, inderdaad. Want daar gaat Ahmed ook wat over vertellen. Maar het blijft een stigma. En wat ik jou persoonlijk wilde vragen, hoe is het voor jou als je uitgaat? En als ik ga niet meer uit. Nee, oké. Nee, ik ga niet uit. Maar oké, stel er is iemand jarig. Laat ik het zo doen. Want je gaat erheen, want het zijn goede vrienden. Oh, ik ga wel eens naar een restaurant, weet je. En met een feestje. Ga je nooit meer naar een feestje? Ik moet er soms wel eens naartoe. Ja, dat bedoel ik. Wat doe je dan? Hoe voelt dat? Goed. Ik sta er namelijk ver boven. Echt heel ver boven. Ik heb het een soort van... die drempel is voor mij zo hoog. En dan heb ik het over drugs. Ik drink wel af en toe een wijntje. En... ik heb, dan sport ik bijvoorbeeld flink en intensief en dan kan ik dat, dan kan ik gewoon echt zeggen, oké, stop, omdat ik vind dat dat een keuze is, maar drugs is voor mij een drempel die torenhoog is. Mm-hmm. Ik weet wel dat als ik die drempel overga, of ooit zou overgaan, dat, kijk, 1 is te weinig en 1000 is echt niet genoeg. Ja, klopt. Dus dat met die instelling leef ik eigenlijk en dat gaat nu al 7 jaar heel goed. Oké. Ja. En je weet wel dat voor sommige mensen kan, ook al is de cocaïne de drug of choice, dat kan de alcohol de gateway drug worden. Ja, dus dat is de trigger. Daardoor, ze daardoor denken van ik ga gebruiken. Ja, okay. Dat klopt. Maar ik moet wel zeggen, dan blijft het bij 1. Ik heb nu gewoon dat ik bijvoorbeeld 1 wijntje neem en dat er nog een bodempje in zit. En dan zeg ik, ik hoef niet meer, ik zit vol. Dus mag ik jou iets vragen? Ja, tuurlijk. Waarom zeg je wijntje? Ja, weet ik niet. Of een biertje. Een is. Of bier. Maar ik kan ook wel wijn zeggen, hoor, als je dat liever wil. Nou, ik denk zelf dat er gewoon iets achter zit. Namelijk dat je gewoon wijntje zegt of een biertje. Dan maak je het heel klein. Ja, weet ik niet. En het is helemaal niet klein. En ik zelf vind het hartstikke knap dat je het gewoon wel kan. Ja. Dat je wijn kan drinken. Ja. En heel veel mensen kunnen het niet. Ja. En het is echt respect ervoor dat je dat kan. Oké, dankjewel. Ja. Ja, dat heeft het, maar ik probeer het niet te kleineren, weet je. Het is natuurlijk wel, ik snap dat in de verslaving, ook in het behandelplan, weet je, de 12-stappen-methode, is het een soort van, je moet echt van alles... Abstinent zijn. Mm-hmm. Abstinent zijn. Algeheel abstinent. Weet je, dat is de manier. Maar ik vind ook dat het deels een keuze is. Yeah. Weet je, het is echt deels een keuze. Oké. En ik heb te veel... moeten laten. En hoe leg ik het in godsnaam heel erg mooi uit? maar ik weet dat ik sterk ben. Ik voel me krachtig. Mm-hmm. Ik voel me zelfverzekerd. En ik heb me heel lang niet zo gevoeld. En dat heeft echt jaren gekost om op dit punt te zijn, om op dit punt te komen. En dat ik zoiets heb van, oké, ik neem een glas wijn. maar ik kan het ook laten staan. Oké. Dus, maar dankjewel. Je hoeft je niet te voorstellen. Ik snap het heel erg goed. Ja. Omdat je natuurlijk, weet je, we kennen allemaal de 12 stappen. Ja. En daar is totale abstinentie een soort van nummer 1. En ik ken ze zelf niet. Ja. Niet allemaal. Maar ik heb gewoon echt heel veel respect voor dat je dat kan. Dankjewel.
misschien. Ja. Mooi hoor. Ja. Thomas. Ja. Of Giel. Ja. Ja, Thomas. Hoe denk je dat het ook te maken heeft met dat je zo vroeg al bekend werd? Ik denk dat het wel een heel erg groot psychologische factor heeft gehad, ja. Absoluut. Dat het daarom in die scene ook best wel vaak gebruikt wordt. Het is, ik denk dat hoe bekender je bent... Alle respect, maar bijvoorbeeld kijk naar Whitney Houston of kijk naar Amy Winehouse, weet je? Ja. Dat was, ik heb daar echt ook in die tijd, weet je, ja, het was echt, ik vond het zo verschrikkelijk, want zij zat vol in haar verslaving, ja. Vol erin, weet je, was nog een dag niet eens aan herstel, maar alleen maar aan die pijp, bij wijze van. En dan elke dag 60 paparazzi's voor de deur. En shows moeten geven, ja. Terwijl ze zelf liever in een klein clubje stond. Ik heb de documentaire dan gezien. Ja. Ze stond eigenlijk zelf veel liever in een klein clubje met een paar muzikanten lekker spelen. En ze moest gewoon verplicht in stadions gaan staan, weet je wel. En dan kan ik me zo voorstellen dat je zo'n pijn voelt op dat moment. Omdat zij dat eigenlijk helemaal niet op dat moment helemaal niet wilde. En daardoor werd die verslaving alleen maar groter, groter, groter. En dat zou met heel veel artiesten zo zijn. Ja. Dus ik heb wel op een gegeven moment op een punt gestaan. Ik maakte andere muziek vroeger. En nadat ik in herstel ging en een soort van wakker werd, heb ik wel echt gezegd van, joh, ik wil die muziek niet meer maken. Ik heb er geen spijt van, weet je, ik heb er heel veel mee opgebouwd. Maar het is niet wie ik eigenlijk ben. Ik merkte dat ik niet gelukkig op het podium was na een tijdje. Want ja, weet je, dan was ik toch al hey, en let's go, weet je. Ja, en dan was ik echt in een andere mood, waardoor ik andere bewegingen maakte. Ja. En ik dan deed, weet je wel, terwijl ik eigenlijk dit wilde doen, weet je, met mijn publiek. Ja. Dus ik heb echt wel die stap ook gezet om andere muziek te gaan maken in die tijd, ja. Oh. Jij bracht Whitney Houston te sprake. Ik kan me nog herinneren, het was volgens mij 2010... Dat zij ook ergens op het podium had gestaan, het ging echt fout, hè? Ja. Dat ze echt niet kon zingen. Ja. Maar de hele wereld had het erover, maar niemand kon bedenken om haar te helpen, kennelijk. Nee. Dus ze had mensen om haar heen die dat niet durfden te zeggen. Mm-hmm. Om weer een voorbeeld te geven. Ja. Ze zullen gezegd hebben, misschien, hè? Je bent fantastisch. Of je moet wat doen, en dan zei zij oprotten en dan ging ze alleen luisteren naar de mensen die zeiden, ja. Oh, good on you, Whitney, ja. Keep going, you'll be fine, have some more drugs. Ja. En ja, dus dat gebeurt ook vaker met bekende mensen. Want absoluut. Ik ga niet allemaal namen noemen, maar er zijn mensen waarvan ik... Ze heeft ook een liedje erover. Hmm? They try to make me go to rehab, and I said no. Ja, zij schreef er een lied over. Ontkenning. Ja. Als je het hebt over ontkenning, ja, is dat wel... Precies. Ja, precies. Dus uiteindelijk worden ze dan niet meer geholpen. Omdat er te veel mensen zijn die meepraten. En daar hebben we ook een naam voor, enabling. Enablers. Ja. Dus, want die hebben eigenlijk ook zelf daar wat bij te halen. Ik zeg altijd, sorry dat ik je onderbreek, maar ik zeg altijd ook in mijn vriendengroep, er zijn een paar mensen die ik echt vertrouw. En ik ga altijd naar de mensen toe die me laten huilen. Nooit de mensen die me laten lachen. Mm-hmm. Ja. En dat geldt voor heel veel mensen. Weet je, ga naar de mensen waarvan je weet dat je een eerlijk antwoord krijgt over een bepaalde situatie. Want anders, dan blijf je in een patroon zitten en dan kom je er nooit meer uit. Als ik zeg van, ja, die... Weet je hebt een probleem of zo, weet je, en je zegt van, ja, dat komt door die. En die ander zegt, ja, dat komt echt door die. Ja. Dat komt echt, want ik heb laatst wat meegemaakt, bladibla. Blijf er altijd in. Van, kijk, jij is, kijk eens naar jezelf, doe je ogen open en kijk naar je eigen shit. Ja. Ja. Wauw. Sorry. Ik kan heel... Mooi, dankjewel. Intens. Heel goed. Ja. Zijn er nog meer vragen? Ja, ik rook zelf. Ja. Als ik koffie neem, wil ik een peukie. Ik ook. Als ik een biertje drink, wil ik een peukie. Ja. Ik denk, als jij een bier, toen jij een biertje nam vroeger, wilde je een lijntje coke. Mm-hmm. Heb je dan nu niet, als je dan dus alcohol nuttigt, dat aan je vastgeplakt zit, weet je wel, die behoefte om te snuiven? Nee, dat begon eigenlijk pas na meer. Dan moest ik echt heel veel gedronken hebben, voordat ik echt... Ja, wilde gaan snuiven. Ja. Okay. Dus daarom ook hou je het echt bij één, waardoor je weet dat die behoefte... En ik doe het alleen, ik wil echt de allerbeste fles.
Echt om te genieten. Echt dat ik gewoon, weet je, want ik kon daarvoor al heel erg genieten van een bepaalde wijn. Bijvoorbeeld een hele goede witte Californische Chardonnay. Daar kan ik echt van genieten. Weet je wel, de structuur, de smaak, noem alles maar op. En ik word daar nu vol van, weet je, dan ligt er nog echt serieus zoveel in na één glas. Maar dan heb ik het nog wel, dan heb ik het geproefd, omdat ik ervan kan genieten met een stukje eten, hè, bijvoorbeeld. Maar ik ben niet zo van, joh, ik moet, oh, die was lekker, weet je, hop, kap, nog de fles, kom maar. Doe er nog maar 5 en ontpop die dingen maar, want we gaan een feestje bouwen, weet je. Dat is niet meer, nee. En nee. Op het moment dat bijvoorbeeld in je leven iets niet goed gaat, zoals in een relatie of met de gezondheid, of met andere dingen, bijvoorbeeld zoals met de financiën, het werk gaat niet goed. Ja. Hoe is het dan, als je dan een wijn drinkt? Moet ik wel heel eerlijk zeggen dat ik dan geen wijn neem. Oké. Okay. Dat dan misschien wel. Want wat jij net zelf ook zei, weet je, ik wil me goed voelen als ik ik wil ervan kunnen genieten en niet van het wijn drinken om het wijn drinken. Dat wil ik absoluut niet, absoluut voorkomen. Maar als er financieel wat tegen zit of als er wat in de relatie tegen zit of iets anders, dan weet ik gewoon dat je dat massive action, weet je, dat kijken naar het probleem, er heel erg goed mee proberen om te gaan en gelijk proberen te kijken naar een oplossing, vaak wel helpt. Dus okay. Ik wil dan wel gelijk... Ga je ermee aan de slag? Dan ga ik er gevoel mee aan de slag. Dan stopt het niet voordat het over is. Ja. Mag ik ook iets vragen? Ik was benieuwd, hè? Je hebt die behandeling gedaan. Ja. Wanneer heb je besloten dat je zeg maar wel een glaasje kon drinken? Ik drink namelijk niet, helemaal niet. Nee. Omdat ik denk dat ik dat niet kan. Ja, oké, maar dan moet je dat ook absoluut niet doen. Ja, en dat voel ik dan zo aan. Maar bij mij is het ook wel een soort van erin geramd, denk ik, in de kliniek. Omdat ik kwam daar binnen voor een kookverslaving. Ja. En ik dacht, ik doe het wel even en dan daarna kan ik gewoon weer mijn leven in en is er niks aan de hand. Maar dat viel mij toch wel anders. Kijk, ik ben wel jong in herstel, dus daar kan het ook aan liggen. Hoe jong? Ik ben volgende week 9 maanden. Top, super. Ja. Dus applaus, ja, voor mij dat is echt top. Dus ja, weet je, mijn leven is ineens heel anders. Alles was anders. Ik heb ook alles zeg maar weggedaan en ik ben het weer helemaal opnieuw. Aan het opbouwen. Ja. Maar daardoor weet ik gewoon, ja, voor mij, ik weet dat het in ieder geval nu zeker niet gaat. En nooit, ik wil nooit zeggen, want dat wordt zo'n eng ding, vind ik dan, dat je nooit meer kan doen. Mm-hmm. Ik ook just for today. Ja. Zo zie ik het en zo gaat het goed. Serenity prayer. En bijvoorbeeld drugs, dat wil ik nooit meer doen. Nee. Dat wil ik gewoon echt nooit meer, omdat ik dat gewoon vies vind. En ja, het werkt bij mij niet, wat je zei over dat nootje, zeg maar. En die garnaal die jij niet kan nemen, ja, dat kan ik kan dat niet, dan ga ik dood. Mm-hmm. Maar met dat drankje twijfel ik soms nog wel eens. Mm-hmm. Maar ik weet ook dat dat een moeilijk dingetje is. Weet je, soms ben ik wel eens bang dat ik denk, is dat achterdeurtje? Ja. Of kan ik dat echt niet? Nou, ik heb mijn eerste wijntje, helemaal goede vraag. Ik heb mijn eerste wijn, glas wijn, 2 jaar terug genomen met mijn ex toen nog, de moeder van mijn kind. Zaten we in Curaçao en toen waren we aan het eten. Een superlekker stukje vis voor me. En op een gegeven moment zei ik zo, out of the blue. Want zij heeft het hele traject ook met mij gewoon voor een groot gedeelte meegemaakt. Toen ik net ook jong in herstel was. Wij kregen een relatie toen ik 1 jaar clean was. En zij begon te huilen. Ik zeg, joh, weet je, ik neem een lekker glas Chardonnay. En ze begon echt te huilen. Ja. Ik had het echt met haar te doen. Want ze had alles gezien. En zij dacht natuurlijk op dat moment... van, dat gaat nu helemaal fout. Weet je, we zitten in Curaçao en die wil dan nog een fles en weg. Ik zeg, joh, weet je, 1 glaasje wijn, want ik ben de fucking baas over mezelf. Dit is jouw leven, dat snap ik. Maar dat was na 5 jaar herstel. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat ik het, weet je, in mijn visie, de eerste 5 jaar, 4 jaar, heb ik alles altijd ontweken. Sterker nog, in mijn contract voor optredens, daar stond dan gewoon in dat er dit en dit en dit broodjes moesten bijvoorbeeld zijn. Maar ook een krat bier, bij wijze van. En een fles vodka. Dus elke keer als ik een optreden had, nadat ik in de kliniek was geweest... Want ik moest gelijk weer aan het werk. Ik werd gelijk weer die kleedkamer ingeduwd. En boem, ga maar lekker door. Toen was het echt van, alles moet eerst weg uit de kleedkamer. Schoon, ja, alleen water en brood. Oké, nou, daar ga je dan zitten. Dat is dan veilig.
En hotelkamers precies hetzelfde. Ik haalde die hele minibar leeg. Die ging dan ergens anders naartoe of ik gooide het weg. Want ik wilde er niet mee geconfronteerd worden. En dat is in het begin eigenlijk heel, heel logisch. Maar ik had echt sowieso na 5 jaar... En dat heeft, kijk, ik heb me niet alleen in het Minnesota-model ingelezen en meetings gedaan. Maar in alles. Ik wilde alles weten. Ik wilde weten waarom ik het deed, terwijl ik wist dat het me kapot zou maken. Dus ik heb me er echt helemaal in ingelezen, meerdere modellen bekeken. Motivational speakers gesproken. Kijk ik ook nog heel vaak naar. En ik ben nu gewoon de baas over mezelf. Ja, nee, ik snap het. Dat is het. Maar doe het. Ja, ik snap het. Ja, je bent heel jong en herstel, dus dat is totaal het verschil. Is, ja, weet je, ik... Maar je ik ben bijvoorbeeld begonnen met vloggen over verslaving en over mezelf. Eigenlijk over mijn leven, maar ook met verslaving. Heb je een nieuwe verslaving? Om iets... nou ja, een beetje misschien. Maar eigenlijk om de punten die hier worden verteld ook. Weet je wel, ik ben jong en herstel. En ja, het is altijd toch een beetje zo van oeh en ah en niet over praten. Ik heb heel veel vragen. Ja. En ik schaam me er bijvoorbeeld niet voor. En ja, misschien is het ook wel een extra stok achter de deur of zo. Dat ik er fijn vind om erover te praten. Hoe meer ik erover praat en hoe meer ik me begeef met mensen die ook in herstel zijn. Dat helpt mij heel erg. Maar ja, weet je, dan zit ik er naar te luisteren. En dan zit ik ook, dan voel ik gewoon hier achter in mijn hoofd van hij kan het. Hij kan het. Ja, dan kan ik het ook. Daarom vroeg maar ik aan jou, dit hoe lang... Maar dit is niet jij die dat denkt. Dit is die stem die dat denkt. Ja, dit is die terrorist op jouw schouders die zo uit. Doet. Ik ga je nu gewoon en kapot. Daarom vroeg ik jou ook van hoe lang heeft dat geduurd, zeg maar. Ja. Ik wil er ook wat over zeggen. Ja. Want het is de... ik moest het even in het Engels zeggen, want ik kan even niet Nederlands opkomen. It's every addict's dream to be able to use success for... Meer dan hoeveel mensen? 10.000 plus minstens. Ja. En naar nog hogere getallen, dat dit wel gezegd moet worden. En ik wil in ieder geval dat ik het gezegd heb. Tuurlijk, want ik vind het begrijp ik heel goed. Mijn model is een abstinentiemodel. Ja. Ja. Algehele abstinentie. Ja, ik geloof ook dat het wel kan, hoor. Ik geloof het namelijk echt. En alleen voor mij niet. Dus dat is ook wel wat ik even wou zeggen. Ja, dat ja. Zeg maar niet dat ik jou niet geloof, want ik geloof dat jij dat kan. En ik geloof jou, zeg maar, over de stappen. En ik weet dat ik het niet kan voor mezelf. Ja. Ik kan nu niet één wijntje drinken, want dan ben ik vannacht nooit meer, dan kom ik niet meer thuis. Nee, maar dat is zo, ja, dat is echt zo. En dus dat ga ik ook niet doen. Alleen ik was gewoon heel erg benieuwd, omdat ik er zoveel over hoor, wil ik er ook alles over weten hoe het voor ieder is, zeg maar. Ja. Dus vandaar de vraag. Ja, dat is moeilijk, weet je, want ik denk dat het ook gewoon een stukje emotie is wat je erbij hebt en bij de mensen om je heen. Weet je, de relatie met mijn ouders is meer dan ooit goed. Echt meer dan ooit goed. Met mijn vriendin, met de moeder van mijn kind. Ik ben op dit moment gelukkig, weet je. Mijn werk, alles is goed op dit moment. Dat was het 2 jaar geleden ook, toen ik dan het eerste glas wijn nam. En weet je, kijk, iedereen heeft daar zijn eigen denkwijze over en model voor. Maar ja, weet je, je hebt daar verschillende modellen voor. En dat is jouw model. Ja. En ik heb die voor mij een soort van... Goed hoor. Mooi. Maar heel echt. Echt. Ja. Bedankt. Moet je nu weg? Blijf ik je moet nog echt heel weg. Even? Nee, ik dacht dat het om 6 uur klaar was. Ja, dat dacht ik ook. En, maar dank dus ik je. Had ja, denk, super. Ja, dankjewel. We spreken elkaar. Even huggen. Dankjewel jongens. Okay. Top. Dankjewel. Hey. Dankjewel. Hey. Ja. Voelt ook zo raar, hè? Ga ik als enige. Ja, maar we moeten een pauze ingelast worden voor de lijkt me wel fijn. Zullen we huilen even doen? Respect, ja? Ja, vind ik wel leuk. Oké, 5 minuten, is dat genoeg? Ja, ik wil. Ja, nee. Jawel, heb je nog een beetje. Ja, het heet. Dankjewel. Wij zijn wc hier, weet je dat? Ja. Dapper. Nou, Jack. Jij weet precies, wij begrijpen elkaar volgens mij. Ja, wij begrijpen. Yes. Top. Ja, ik doe het niet vaak. Nee. Ik vind het wel fijn. Het zag in het begin nog een beetje ongemakkelijk uit. Ja, dat was het ook. Het mooie maakt het daar. Ik heb met mijn lezing, ik bereid het nooit voor geen PowerPoint. Nee, ik ook niet. Nee. Echt respect. Ja, ik wil het niet voorbereiden, want dat vind is ik alleen echt maar. Nee, maar dat is vanuit je hart, vanuit je emotie. Ik moet door, man. Ik moet een. Zingen? Nee, ik heb een bespreking. Rustig aan? Ja, rustig aan. Soms schijnt weer. Een bespreking. Wat zei je? Altijd. Soms schijnt weer. Ja, lekker. Zo. Nog een peukie. Heb je hier ook een rookruimte?
Ook al van humor. Dat is ook de reden dat 60% zich hier heeft laten opsluiten. Echt, hè? We zijn eigenlijk allemaal addicts. Maar Bruins zit toch in Haaks? Of nee, die zit er niet in. Nee, dat zit in Bruins. Nee, ik weet niet, Reutem volgens mij of zo. Vassenveld. Heb je die net laten zetten? Ja, ik wil net zeggen. Hij jeukt nu. Saasveld. Ik vond het wel gaaf. Ik vond het echt cool. Even kijken waar Lotte die zich van ons kwijt. De Marilyn Monroe, allemaal van dat soort dingen. Echt kicken. Ja, het is gewaagd. De laatste keer dat jij er was, had ik ook nog helemaal niks. Nou. Lekker bezig. Ja. Top, hè? Ja, ik hou van deze. Lottie! Ja, natuurlijk ook. Hier die wolf. Ja. Ik moet zeggen dat het ook wel een verslaving is, hoor. Als ik in die tattoo shop binnenkom en ik ruik die Dettol, dan word ik helemaal gek. Maar moet blij zijn dat ik echt. Ja. Hier. Yeah. Ja. Mooi gesproken. Ja, je moet altijd even terugkomen waar je weer... Ja, begraven. Dat is lastig. Dan begin je ergens en denk je van, oh ja, ik wil daar naartoe. Ja. Maar ik moet eigenlijk nog wel even terug daar naartoe. Ja, maar je vertelt heel mooi. Wel grappig dat al, of grappig, dat was 7 jaar geleden. Ja. Het is net een film. 7 jaar terug. Ja, we moeten vandoor zeker. We moeten vandoor. Thomas, doei hè. Ciao. Jongens, doei.